Patrick van Malen. Ik werk hier als conciërge in het Centraal Onderwijs College. En ook verzoek een beetje de technische dienst. Dus het was hier een verouderd middenblok. Er was nagenoeg bijna geen ventilatie voordien. Nu is er een totale D-ventilatie voorzien. Op dit moment worden 4 klassen geventileerd. Dus op het 3e verdiep hebben we een groot zijkendlokaal. Op het 2e verdiep zijn er 2 klassen. Dus een esthetica lokaal en een computerlokaal. En op het 1e verdiep zit een muziekklas. Sint Lodewijks College is een goed voorbeeld van een school die investeert in binnenluchtkwaliteit. En toen zijn wij samen met installateur ASD en met het studiebureau Boydens zijn we in zee gegaan, hebben wij een studie gemaakt. Hebben wij gekozen om een luchtroep op te stellen op het dak en zijn wij gegaan voor een Verso Pro 2 van Comfovent. Een luchtroep met warmtewiel en extra dikke isolatie. Schoolventilatie is hot topic omwille van corona, maar we zien hier toch een mooi voorbeeld van een school die vooraf eigenlijk al de investering heeft gemaakt. En die investering in binnenluchtkwaliteit die bestaat erin om te zorgen dat de kinderen, de leraars, dat die op een gezonde manier kunnen werken, voldoende zich kunnen concentreren, eigenlijk gewoon beter kunnen studeren en aandachtiger zijn. Wij hebben gekozen voor de Comfovent Verso Pro 2, omdat die beschikt over dikke panelen van 70 mm. We hebben ook heel straf gewerkt op het product, op de isolatie, het behoud van energie in de luchtroep. En energieterugwinning is een heel belangrijke topic. Daarnaast zorgt er ook voor dat die luchtroep extra stil gaat werken. Dit gaat hier nu uiteraard over een schoolgebouw, maar hetzelfde advies leveren we als ventileergroep uiteraard ook naar kantoorgebouwen, naar commerciële gebouwen, die uiteraard alle baat hebben ook om in te zetten op binnenluchtkwaliteit, om de gezondheid op de werkvloer te bewaren.